Breda Nu. Je weet het meteen. We zijn hier bij de tweede editie van Viva Vita, de lifestylebeurs voor 50-plussers, die nog meer in het teken staat van de mogelijkheden die er zijn om het ouder worden gemakkelijker en leuker te maken. Ja. Waarom hebben jullie een tweede editie gedaan? Omdat de behoefte daaraan is. Eén, de bezoekers. Twee, de Breda's ondernemers. Die willen heel graag in contact komen. Dat kan je doen met advertenties, e-mailbrieven en dat soort dingen. Maar het mooie is om laagdrempelig in contact te komen en ook te horen wat een klant echt wil. En waar behoefte aan is om het zo te kunnen schakelen met je producten, met je diensten. Dus ja. Oké, duidelijk. Zijn er nog veel nieuwe standhouders vergeleken met vorig jaar of andere dingen die veranderd zijn? Wat er veranderd is, is dat er meer eigenlijk het gemak, net zoals hè, we hebben nou iemand met een spa-bad, we hebben iemand met tuinmeubelen. Ja, dat is niet echt sec 50 plus, maar het draagt wel bij een leuk leven. Dus vandaar, ja. Jullie staan hier op deze beurs, Viva Vita. Hoe bevalt het? Ja, super. Ontzettend leuk, goed georganiseerde beurs. Waar inderdaad de 50-plusser, toch wel een doelgroep onder andere voor MediPlus, toch wel even kan kijken voor de toekomst. Fijn. En wat voor vragen komen de mensen mee bijvoorbeeld? Ja, toch wel mensen die langdurig of dan straks langer thuis willen blijven wonen. Toch hulpmiddelen daarvoor nodig hebben. Toch is vaak de wet en regelgeving ontzettend een weerwar aan het worden. Nou, we adviseren de mensen daar goed in en ze gaan toch wel tevreden weer naar huis. Wat vindt u ervan tot nu toe? Nou, ik ben er nog maar net binnen hoor, maar ik vind het een hele leuke beurs. Ik zou wel graag iets meer positiviteit willen zien. Ik ben zelf 61 jaar en er zijn een hele hoop stands waarvan ik zeg van ja, daar ben ik gewoon nog niet aan toe. Dus ik ben heel erg blij zo'n stand als die van de Volksuniversiteit te zien hier. Want daar, ja, mensen van mijn leeftijd die kijken gewoon graag naar dingen die ze nog kunnen doen. En, dus ik ben positief over de beurs. Maar ik zou wel graag wat meer positiviteit willen zien. In de zin van, nou, wat kun je allemaal nog als je boven de 50 bent?